Het college van Doetinchem wil 2,3 miljoen euro vrijmaken voor onder meer het herstel van de gevels van Schouwburg Amphion. Bij goedkeuring van de raad verwacht het theater dat na de zomer al kan worden begonnen met de herstelwerkzaamheden. Wat betekent dat een einde aan de vijf jaar lang voortslepende problematiek in zicht lijkt. Voor ons een reddingsboei. Het is, uh, na vijf jaar zijn we heel erg blij dat de gemeente ons steunt om uh, de gevelproblematiek op te gaan lossen. Amphion is als uh, theater ontzettend belangrijk voor, uh, voor onze stad. Uh, voor de hele regio eigenlijk. En uh, juist met uh, deze investeringsbijdrage uh, wil de gemeente Doetinchem laten zien dat we die steun in de rug echt geven aan, uh, aan Amphion. En uh, het Amphion juist ook voor de komende jaren gewoon echt uh, het theater van uh, Doetinchem en de regio kan blijven. Want hoe zwaar drukte de druk van die gevelproblematiek op jullie als uh, amphion? Behoorlijk. afgezien van het feit dat uh, de afgelopen jaren ons heel eigen vermogen van uh, bijna 800.000 euro is in deze problematiek is gaan zitten aan advocaatkosten, onderzoekskosten, advieskosten. Is het natuurlijk ook dat je als organisatie daar iedere dag mee wordt geconfronteerd. En dat je wel probeert om zo'n mooi mogelijke voorstellingen in je gebouw te doen. Maar als je dan een lelijke en gevaarlijke buitenschil hebt, dan drukt dat wel op de organisatie. 2,3 miljoen, dat is uh, wel meer dan een steuntje in de rug. Ja, absoluut. Um, maar wij zien ook uh, gewoon het belang om uh, Amphion op die manier te kunnen steunen. Ja. Uh, en dat gaat uh, om het herstel van, uh, van de gevel. Uh, maar het gaat ook om de mogelijkheden om te kunnen innoveren. Uh, echt gewoon het theater te blijven uh, wat ze zijn. En hoeverre gaat het uiterlijk van het Amphion veranderen? Dat, dat is op dit moment nog onzeker. Maar het is uh, zeker dat we met plaatmateriaal gaan werken. Op dit moment zijn het uh, gemetselde bakstenen. Ik denk iedereen die nu kijkt en langs Amphion komt, ziet dat de gevel ja, gewoon lelijk is. Nog even afgezien van het gevaar. En de nieuwe gevel zal echt mooi zijn en die zal echt toekomstbestendig zijn.